Het Staatsziekenfonds heeft het de afgelopen tijd heel druk met de verstrekking van de basiszorgverzekeringskaarten, de zogenoemde BZV-kaart. Volgens Jolanda Pronk, hoofd juridische dienst van het SZF, is het ministerie van Sociale Zaken momenteel bezig met het opschonen van haar bestand. Het ministerie geeft dan aan het SZF door wie in aanmerking komt voor een verlengde BZV-kaart. Alleen de kaarten die op 28 februari en 1 maart zijn vervallen, worden verlengd voor een periode van 6 maanden, zegt Pronk. Het bestaan van het SZF ligt boven de 370.000 verzekerden. Zij vertelt hoe de opbouw van dit bestaan precies is en wat de verschillen zijn. Het SZF heeft 4 groepen verzekerden in haar portefeuille. De verplichtverzekerden, dat zijn de landsdienaren, ambtenaren, gepensioneerde ambtenaren. De vrijwillig verzekerden, dat is de rest. He? Alle anderen, het zij een bedrijf, het zij een persoon, het zij een gezin, die mogen zich ook inschrijven bij het SZF. Dat noemen we de groep vrijwillig verzekerden. Waarom vrijwillig? Zij moeten het aanvragen. Daarnaast hebben we de basoverzekerden. De basoverzekerden, dat is de groep 0 tot 16 en 60 jaar. Die mensen, die personen, die worden voor rekening van de staat. Dus de staat betaalt hun premie. Die zijn verzekerd bij het SZF. En dan heb je de BZV-verzekerden. Deze groep kon je vroeger vinden onder de groep on- en minvermogende. He, de blauwe, zij die een witte en een blauwe kaart hadden. Maar die kaart was ook voor andere doeleinden, he, om steun en zo te krijgen. Maar voor, om je ziektekosten te dekken, noemen wij die groep nu de BZV-verzekerden. Ja? Dus het SZF heeft die 4 groepen in haar bestand. Volgens Pronk wordt vaak de fout gemaakt dat het SZF een verzekeringsmaatschappij is. Zij zegt dat het SZF uitsluitend medische dekking biedt. Pronk geeft verder aan wat het verschil is tussen het SZF en de andere verzekeringsmaatschappijen. Het SZF is een stichting. Een stichting wil zeggen dat we geen winstoogmerk hebben. Hè? We doen een bepaalde job. Er wordt iets van ons verlangd en dat doen we. Wat we hebben, dat stoppen we terug in die samenleving. Een verzekeringsmaatschappij, en dat staat ook in de wet, een verzekeringsmaatschappij heeft winst als oogmerk en dat is terecht. Het SZF beperkt zich daarom ook alleen tot de ziektekostenverzekeringen, terwijl de andere verzekeringsmaatschappij ook andere dingen verzekeren. Brandverzekeringen, autoschade, noem maar op. Ja, zij doen allerhande verzekeringen. Het SZF is alleen geënt om als de mens ziek wordt, om die kosten te dekken. Jolanda Pronk, hoofd juridische dienst van het SZF, met wie wij vanmorgen spraken over de verstrekking van de BZV-kaarten, die voor een periode van 6 maanden verlengd zijn.